geef de poot. Ik heb dit allemaal trouwens. Kijk, oude foto van mij. Dit is volgens mij derde of vierde klas. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Het is nog redelijk vroeg. 7:50. Waar ga ik naartoe? Naar werk. Leuk dat je kijkt in ieder geval weer. Ik ben Lucas Adolf en ik kan en zal op werk niet echt filmen. Ik zal wel wat shots proberen te maken voor jullie. En dan zie ik jullie in ieder geval dadelijk weer. En anders ook weer naar werk. Voor jullie is dat één knip in de vingers. Maar voor mij is dat toch even 8 of 9 uurtjes later weer. Leuk in ieder geval weer dat jullie er zijn. En tot dadelijk weer. One eternity later. Yes, we zijn klaar met werken. Het is nu iets voor 4:30 zoals je ziet. Ik ga lekker naar huis. Eerst tanken, want ik zie tot mijn lampje helemaal rood is. Dus dat gaan we eerst even doen. Dan lekker naar huis. Even denk ik mijn oogjes dicht doen, want ik ben aardig moe. Eten en douchen. Leuk dat jullie er in ieder geval blijven kijken. Zoals ik net al aangaf, ik moet tanken. Dat ben ik ook aan het doen nu. Daarna kunnen we echt naar huis. Ik moet aardig wat in, denk ik. Hey, Swiffertje. Dit is Swiffer. Dit is de kat van de buren. Best wel oude poes is dat ondertussen. Maar hij is nog zo lief. Kijk dan. Oh. Dat is lekker. Dat is lekker. Nu naar binnen. Kom. Kijk, nou komt hij hoor. Nou is hij wakker. Dan blijft hij aandacht vragen. Hij verhaalt wel een beetje, maar dat maakt niet uit. Kijk of hij mee naar binnen komt. Oh, nog meer geuit worden. Daar gaat hij. Swiffer. En dan komt hij eigenlijk. Zo'n beetje een aandachtskatje is het. Poot. Poot. Oh nee, dat doet. Oeh. Oeh. Hij geeft de poot. Wat is het nou weer? Poot. Poot. Ik dacht dat alleen honden dat deden. Kom, pootje. Poot, 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 Swiffer, poot. Nee, nu is het alweer verleerd. Maar het staat toch op. Wat een gek beest is het ook. Eerlijk. A few moments later. Ik was dus naar Swiffer aan het zoeken. Ik kon hem maar nergens vinden. Kijk waar ik hem tegenkom. Kijk wie daar ligt. Swiffer. Wat een gek beest is het ook, joh. Heerlijk. Lekker chillen daar zo. Trekt zo nergens wat vandaan. Geweldig, geweldig. Kijk wat op. Hallo. Oh, dat is toch geweldig dit. Loop je de hele tijd te zoeken naar die kat? Kan je gewoon nergens vinden. Gewoon nergens. Lekker avondeten. Ja, ja. Dat gaat zo door. Nou, lekker in ieder geval. Yes, dat was hem weer voor vandaag. Ik heb lekker gedoucht net. Nu lekker mijn nestje in. Morgen weer vroeg eruit. En dan zie ik jullie morgen weer. Goedemorgen iedereen, zondagochtend, 7:50, en we moeten weer opstaan. Ja, daar zitten we weer. In de wagen, onderweg naar werk. 7:15 ochtends. Ja, ik ga even naar werk toe rijden. En 8 of 9 uurtjes later zal ik weer bij jullie inklokken. Jawel mensen, het is weer zover. Ik ben klaar met werken. Ik ga nu richting huis. Nee, trouwens. Ik ga richting mijn oma toe. Ik ga lekker bij mijn oma eten. Dan zie ik jullie daar dadelijk weer. Zo,
Hebben ze je weggestuurd? Hallo. Hoe is het? Oh, lekker vroeg. Ja, toch? Ja. Oh. Sorry. Zo, oma. Wat bent u allemaal aan het koken? Ja, voor jullie. Lekkere nasi. En dit is kip. Die moet even aanbakken. De uien en verse groenten. Paprika en de kruiden. Paprika. En hier heb ik allemaal kruiden. Net de echte Indische zaak. Ik heb allemaal een beetje erin. Lekker hoor. We hopen dat het lekker wordt. Nou, dat zal toch wel. Je moet wel goed koken. In ieder geval gezond. Hier is de rijst, want die had je nog niet gefilmd. De rijst ook, ja, dat hoort er ook wel bij natuurlijk. Kijk, echt rijst hoor. Niet normaal. Ja, dat is echt. Wordt wel allemaal even voor ons geregeld zomaar door die oma. Ja. Hoe is het mogelijk? Ja, ik moest even vlug doen. Nou ja. Nou, dat is nog wat tijd toch? Ik heb ervaring. Dat scheelt. Zo, kip schiet dus op. Even een beetje heter. Ja, dat ziet er nog inderdaad een beetje rauw uit. Dat worden we ziek. Komt door de olie, maar het wordt vanzelf zwart. Ik zag ook dat u allemaal bramen in de koelkast heeft. Ja, en dit is nog maar weinig. Je hebt de potjes al niet gezien. Ik had er 11 potjes bramen. Bramenjam. En dat komt allemaal uit eigen tuin, toch? Ja. Kijk, mijn oma heeft een tuintje. En daar zie je misschien al wat bramen, even kijken. Kijk, hier wat braampjes, gewoon buiten in de tuin. Daarachter ook. Kijk, hier allemaal braampjes. Dat haalt ze gewoon zo uit vers uit eigen tuin. Achter in de tuin hangen 20 appeltjes. Appels, ook nog. Ja, dat is heel... Kijk hoor, even naar de appels op zoek. Oh hier, kijk. Dit zijn tomaten, denk ik. Hier zijn nog een beetje groen, maar dat worden tomaten. Oh, hier, kijk. Hele groentetuin, joh. Kijk, hier een appeltje. Ah, een appeltje. Moet nog wel een beetje doorgroeien, maar... Uiteindelijk moet ik, kijk hier nog allemaal bramen. Oh, vlinder. Gewoon helemaal vers. Uit eigen tuin. Hoe goed wil je het hebben? Ik moet wel even hier door de jungle even manoeuvreren. Lekker oma. Dat hoop ik. Kom ik zo dadelijk weer bij je terug als het helemaal af is. Oh, dat is goed. Ik zou wel bellen. Ja, is goed. We zitten daar zo, maar bel maar. Ja, dat is goed. Daar gaat het eten. Dat er ook van die, zo eentje. Het ruikt in ieder geval erg lekker wel. Nou, dat wel in ieder geval. Alsjeblieft. Kijk dan. Omelet. Wat een idee. Dan gaan we lekker van smullen. Ja, als het niet bevalt, dan haal je de volgende maar. Nee, dat gaat goed komen. Lekker als toetje na het eten. Een ijsje. Een kou, kijk dit allemaal trouwens. Kijk, oude foto van mij. Dit is volgens mij de derde of vierde klas. 10 jaar geleden ongeveer. Weet je? Ik hoop dat hij even scherp stelt. Kijk, dit is groep 8, weet ik nog, mijn beugeltje in. Ik had een of andere ketting om, die had Tesso gekocht toen. Kijk hoe mooi, ik heb shine dan. Deze ook, dit is volgens mij de vierde klas. Nou, we gaan weg bij mijn oma. Ja, dag. Tot de volgende keer weer. Doei, doei. Dag. Doei. Ja, dames en heren, aan al het moois komt een eind. En dus zo ook aan deze vlog. Ik hoop dat jullie hebben genoten ervan. Doe dan even dat duimpje omhoog. Abonneer ook even op het kanaal. Ik ga dadelijk lekker nog even douchen. En dan mijn bed in. Morgen staat er een drukke dag voor de boeg. Maar dat zullen jullie allemaal in de volgende video zien. Bedankt voor het kijken in ieder geval. En tot later. Doei.